Bilal. Robert. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké. Ik heb, voor de duidelijkheid, ik heb de vraag ook niet gezien. Dat ik geloof je nog steeds niet, maar ik ga het zo meteen erachter komen. Kijk naar de mimiek als ik de vraag lees, oké? Oké, ik ga eerst de vraag voor jou. Wat doe je het liefste als er niemand om je heen is? Eerlijk antwoord? Ja, of eerlijk. Een goede pagaatje kan altijd. Ja? Maar als niemand om me heen is, ik wil dat iedereen het wel doet. Ik vraag me dat dus af. Doe jij het dan nu ook nog steeds nu je een vriendin hebt? Ja. Ja? Ja. Ja en vindt zij dat niet erg? Ik ken namelijk meisjes die dan zeggen, ja, maar als mijn vriend, die daar dan een probleem van maken als ze dan... Nee, ja, ik ben gewoon, ik ben er ook mee opgegroeid of zo, man. Met mijn vriendengroep, het was gewoon altijd, gewoon voor het slapen, gewoon iets kliks. Ja? Ja, man. Beetje seksverslaafd, denk ik. Ja, ben je seksverslaafd, denk je? Nah. Heb je elke dag seks? Ja. Ja? Ja. Meerdere keren? Meerdere keren komt ook wel eens voor. Ja? Ja, komt ook wel vaker voor dan verwacht. Ik had het dus bij jou helemaal niet verwacht. Nee, ja, nee, ik heb gewoon, hoe noem je dat? Hoge libido. Hoog libido, ja. Ja. We beginnen gelijk goed. Je gaat dik. Oké, jij mag. Oké. Maar ik mag ook op deze vraag mag ik doorgaan, toch? Ja. En jij daar, hoe zit het bij jou? Op wat ik het liefst doe als ik niet om me heen. Nee. Wat vroeg je nou? Heb je ook meerdere keren per dag seks? Ja, ik heb natuurlijk geen relatie. En het is niet dat ik 4, 5 verschillende mannen op een dag opzoek of zo. Nee, klopt. Maar... En als je een relatie hebt? Heb je ooit een relatie gehad? Ik weet niet met wie jij... Ja, ik heb best wel een lange relatie gehad. En toen had ik wel eens meerdere keren per dag seks. En als ik het leuk met iemand, dan kan ik dat. Ik kan er wel in komen, dus ik vind het ook niet raar wat je zegt. Ik snap je. Het is normaal. Ik snap je heel goed. Maar het is gewoon vibe. Ja, ik denk dat het alleen maar heel goed en gezond is. Toch? Snap je. Ik ben. Oké, jij bent. Let's go. Oké, nu weet ik, jij hebt deze vraag niet bedacht. Goed. Nee, toch? Nee, oké. Geloof je in God? Ja. Ja? Ja. Vertel wat meer. Ik heb daar wel een soort van, de laatste jaren erg een soort strijd over gehad. Ik ben gelovig opgevoed. Ja. Door mijn ouders. En ik heb daar altijd wel best wel tegen aangetrapt toen ik jonger was. Toen ik 15, 16 was, dacht ik altijd, wat een gelul en bla bla bla. Maar op een of andere manier weet ik niet precies in wat voor vorm God bestaat. Maar ik heb wel het idee dat er iemand is. Dus ik weet niet of dat dan, of die Allah heet, of dat die God heet, of Jezus heet, of wie het is. Maar ik heb wel soms toch wel, ja, ik denk daar heel veel over na, maar ik heb soms wel nog steeds het idee dat er dus wel iemand is of zo. Ja. Iets. Ik geloof niet dat er dus straks niks is. Ja, ik ook niet. Ik geloof toch wel ergens of zo, en misschien wil ik daar dan in geloven, maar ik geloof toch soms wel dat er hierna iets gaat zijn en dat er wel iemand is of zo die meekijkt of zo. Dat heb ik ook. Ja, heb je dat? Ja, ja, ik ben islamitisch opgevoed, dus bij mij is het vanzelfsprekend. Dus als je tegen mij zegt, geloof je in God, dan zeggen we altijd alhamdulillah. Ja, wij geloven, zeker. Maar ben je er elke dag mee bezig? Ik ben er wel elke dag mee bezig met de hoe noem je dat? Met de keuzes die ik maak. Ja. Dat wel. Vind je dat moeilijk? Nee, want eigenlijk is het gewoon altijd al in mijn systeem. Het zit in mijn systeem. We hebben een doel in ons leven. Die gaan we hopelijk behalen. Ja. We moeten gewoon goed zijn voor mensen. Je moet gewoon goed zijn in je hart. Ja. Je moet niet bemoeien met andermans dingen. Dus als jij iets hebt en wat mij niet aanstaat, dan kan ik je erop aanwijzen van oké, misschien is dit zo en zo en zo. Maar je moet niet bemoeien van, jij bent nu slecht. Of jij bent nu dit. Nee, doe gewoon je ding, man, broer. En dus het zit gewoon in me. Stel voor als ik nu zou bekeren naar de islam, dan zou het denk ik lastig voor me zijn, omdat je komt met heel veel dingen te maken. Ja. Maar ja, omdat je het al sinds kleins af aan hebt en je vader doet het al en je moeder deed het haar hele leven. Dus je hebt best wel een vrije opvoeding gehad in die zin? Ik best wel, ja. Vader was wel streng, daar niet van, maar wel streng met nog wel, dat je soms nog wel denkt van oké, vrienden van mij, hun vader zijn nog wel, die zijn wel echt serieus streng, je weet toch? Dus daar ben ik best wel blij mee. Ja. Dat ik zo ben opgevoed. Ja, mooi. Ja. Ja. Maar merk je, dat wilde ik je eigenlijk nog vragen. Merk je wel eens dat je bijvoorbeeld kritiek krijgt van mensen uit jouw gelovingsstroom die bijvoorbeeld kritiek hebben op wat jij doet of zo? En ik kan best wel voorstellen dat als jij, weet ik veel, seks moet hebben. Ik heb bijvoorbeeld Mokrum even gezien, dan moet je seks hebben. Dat daar dan kritiek op kan zijn of zo. Of bijvoorbeeld, ik weet dat jij, ik weet in hoeverre je hier ook over bent, maar weet je dat ook alcohol drinkt? Dat is toch ook wel eens... Ja, nee, tuurlijk. Ja, dat zijn, dat is weer zoiets van, jij weet wie je zelf bent. Dit is mijn werk en dan is het heel raar om te zeggen, geloof staat los van werk, want dat klopt helemaal niet. Nee. Maar je hebt wel een doel en die doel behaal je of behaal je niet. En ik ben iemand zo...
steeds voordat mijn familie heel streng was, had ik het ook niet gedaan. Nee. Want mijn familie is meer van, ben je er blij mee, moet je het doen. En ja. als je gewoon een goede intentie hebt in je hart, ja, ja. oké, okay, soms moet je rare dingen doen. Dus het ja. moet niet, maar je ziet je script en dan denk je, dit vind ik het ook best wel tof om dat te spelen. Ja, tuurlijk. Ik ben een acteur, dus ik wil ja. verhalen vertellen. Ja. En ik hoop dat wel kan. Ja. En dat kan, vind ik. Mooi. Dat is nu niet dat jullie dat ook moeten doen, maar dit is meer iedereen zijn ja. eigen leven, snap je? Nee, dus, maar ik vind het mooi dat jij daarin gewoon je eigen manier hebt gevonden. Ja, het is tussen mij en God. Ja, en als ik daarvoor word bestraft, ik weet dat het niet mag. Dus ik weet, dan word ik ervoor bestraft, ja. je weet toch? Maar ja, zondes, je woont in Nederland, dus je hebt sowieso zondes. De een heeft meer zondes dan de ander. Ja. Ja, dat is wat het is. Ja. I agree. Oké, nu ben ik volgens mij wel, toch? Ja, nu ben jij. Ik ben. Oké. Oeh. Oh, dit vind ik een leuke. Ik denk dat ik het weet, maar... wanneer was je voor het laatst echt trots op jezelf? Wanneer was ik voor het laatst echt... Kan je dat zeggen over jezelf? Ja. Ja? Denk het wel. Ik moet niet narcistisch worden, of zo. Maar ik ben wel gewoon trots op mezelf, dat ik gewoon elke dag wel gewoon... Vandaag was ik een paar minuten te laat, maar ik ben wel altijd op tijd op mijn afspraken. Zo. Oh, nee. Dan ben ik trots. Ja. Ik ben trots dan. Dan ben ik denk ik van ja... En dat doe ik ook gewoon mijn ding. Je weet toch, daar ben ik ook gewoon voorbereid en ik vind het gewoon leuk. En natuurlijk, ik heb net de Shooting Star Award gewonnen. Ja. Dat vind ik wel heel... Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Nee, daar ben ik wel trots, man. Dan super denk ik wel vet. Van, oké, dit is leuk. Helemaal naar Berlijn gevlogen. Alles werd voor me gedaan en voor ons gedaan, voor de 9 andere Shooting Stars. Dus het was wel heel leuk. Wat vet. En maar merk je dan bijvoorbeeld... Vind je het normaal lastig om dat over jezelf te zeggen? Dat je trots bent op iets wat je behaalt of doet? Nou, ik weet niet of het is natuurlijk wel iets Nederlands dat het altijd maar gedowngrade wordt. Ja, maar weet je wat ook met mij is? Ik ben eigenlijk niet zo vaak trots op mezelf. Dat is een beetje dat ding. Tenminste, ik ben wel trots op hetgene wat ik doe, maar ik ben altijd iemand die ook verder wilt. Dus de hele tijd door. Maar om een keer, als jij trots op jezelf bent, dan ben ik degene die het juist durft. Dus dan moedig ik je ook aan om het over jezelf te zeggen. Ja. Want je moet niet alleen maar horen dat je het goed doet. Je moet ook zelf voelen dat je het goed doet. Nee, absoluut. Je weet toch? En dan is het, dus je staat af en toe voor de spiegel en dan zeg je, Bilal, ik ben zo fucking trots op jou. Nee, zo is dat niet. Nee, die niet. Maar wat ik naar mezelf kijk, dat ik denk, okay. We gaan wat dommig. Oké, is cool. Ja, oké, lekker. We zijn lekker bezig. Okay. Ja, man. Maar dat is goed. Het is lekker. Het is heerlijk. Het is heerlijk. Ja. I agree. Okay. Stuur je wel eens pikante foto's? Oké, dat is iets wat ik niet doe, man. Nee? Nee, man. Nooit gedaan? Nooit, man. Ik zeg, nee? Ik heb het één keer gedaan, toen was ik echt 13 of zo. Toen net Snapchat aan was ja, of zo. Ja, ja. Kijk, toen was het wel grappig. Maar ik kende die dames ook helemaal niet. Kijk, ik zeg je heel eerlijk, ik ben niet met dat. Ook omdat ik wist van, toen ik niet bekend was, wist ik zou dat willen worden. En als ik iets wil, dan... Ik zeg niet dat ik het altijd bereik, maar ik doe er wel alles om het te bereiken. Ja. Zulke dingen kunnen je echt opfokken, je weet toch? En sommige mensen zeggen dan weer promotie. Ik ben daar niet van. Ik ben niet met een seksvideo dat ik dan 10.000 volgers extra krijg. No, maar ik ben daar niet van. Maar dat is een beetje schaamte voor mezelf. En ik vind ook niet dat je dat moet doen. Dat is allemaal voor in je bed en in je kamer. Maar ook nooit bijvoorbeeld gewoon zonder hoofd of zo? Nee, man. Ook niet naar mijn vriendin. Nee? Ook niet, man. Maar ook niet als jullie voor 2 weken los van elkaar zijn, dat je dan... Nee, man. Weet ik veel, iets naar elkaar stuurt. Dan zeg ik gewoon tegen haar, pak de douchekop en doe gewoon iets leuks. Je weet het, oh, man. Ik ben niet met dat, maar ik zeg je eerlijk, man. Oh, ik had dit helemaal niet... Ik had wel een soort van... Zeker door wat je net zei, dat ik dacht van... Ja, Dilo is wel een type dat wel eens... Nee, man. Nee? Je kan het ook aan mijn vriendin vragen. Het is ook zo van... Kijk, je ziet het bij sommige bekende mensen nu... Je hoeft het niet eens naar iemand per ongeluk te sturen. Mensen kunnen gewoon in je iCloud niet per ongeluk, gewoon hacken. En dan kunnen ze zomaar alles pakken. Dus ik ben daar niet echt van. Nee. Oké. Jij wel? Ja, nu doe ik niet. Je moet eerlijk zijn. Ik bedoel, ik heb wel... ik heb dat wel eens gedaan, ja. Goeie. Zo. Geen Patricia Beidingen gewoon. Nee. Oké, ja. Het is niet soort van naakt of zo. Maar dan is het misschien meer... Hij begint het weer goed te praten. Het is gewoon misschien een tepeltje of zo. Ja, snap je? Een klein tepeltje. Nice. Goed. Nu ben ik weer. Oké, jij bent. Let's go. Ik vind de vragen pittig. Ze zijn goed. Ze zijn pittig goed. Maar geloof je dan nu ook dat ik dit niet heb bedacht? Ja, nee, dit is wel goed. Oké. Goede redactie. Waar heb je het meest spijt van en hoe zou je dit nu anders doen?
Waar heb ik het meest spijt van? Is lastig wel, hoor. Ja, ik vind dat heel lastig. Ik heb namelijk niet van heel veel dingen spijt, omdat ik denk alles ik gebeurt. Soort van. Nou, misschien heb ik op bepaalde vlakken van mijn relatie wel spijt hoe ik ben geweest. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik weet nu achteraf, omdat ik nu wat ouder ben, ik had best wel jonge relatie met iemand die wat ouder was. En als ik er nu over terugdenk, zijn er best wel dingen geweest die ik achteraf misschien anders had kunnen aanpakken. Zoals? Ik was bijvoorbeeld heel erg... Ik betrok hem niet echt in mijn leven. Dus ik liet hem nooit zien. Ik nam hem nooit mee naar vrienden. Ik heb hem eigenlijk altijd best wel overal buiten gehouden. Mm-hmm. En het vond hij kut. Nou ja, achteraf kan ik heel goed voorstellen dat dat heel pijnlijk en kut is geweest voor hem. Dus als je dan... Dat is het eerste wat in me opkomt eigenlijk. Dat ik dan denk, ja, dat had ik misschien wel eens anders moeten doen achteraf. Het is goed zou dat je dat weet. Dat is alleen maar een les, toch? Nee, daarom. Dus ik denk, als ik nu een andere relatie heb, dan zou je dat natuurlijk totaal anders aanpakken. Maar dat is gebeurd. Wat gebeurd is gebeurd, zo ben ik ook wel weer. Maar dan denk ik dat. Nee, is een goeie. En ik, waar heb ik het meest spijt van? Ik zeg je wel eerlijk, het meest waar ik echt spijt van heb, was... Jullie zien mij nu hier heel netjes en ik ben best wel netjes nu. En het is wel een switch geweest. Vroeger toen ik op het Altra zat, toneelschool, is gewoon een speciaal onderwijs. Yeah. Toen was ik wel heftig tegen mijn docenten, man. Yeah. Stoelen gooien naar je hoofd en zo. Yeah? Ja, zulke dingen. Ben jij zo wild? Zo gek was ik vroeger wel. Maar was dat in de tijd dat... Toen mijn brug las. Nee, toen wij elkaar toen leerden kennen bij brugklas, was in die tijd. Dat was in die tijd. Maar toen was je toch al best wel een hele lieve jongen. Maar ik ben ook best wel lief, maar je moet me niet boos maken. Heb je het gehaald? Heb je iets... Ik heb geen ene diploma, man. Ik zit nu op de toneelschool van Amsterdam, HBO. Dus uiteindelijk, diploma zegt ook weer niet alles, maar het is wel een goede backup. Nee, ja, tuurlijk, maar ik denk in het... Ik geloof uiteindelijk dat je drive veel belangrijker is. Ja, dit is natuurlijk heel slecht om te zeggen. Ja, omdat ik wil kinderen niet demotiveren om naar school te gaan. Absoluut niet. Ik bedoel, maak alsjeblieft je opleiding af. Maar ik geloof uiteindelijk dat zeker Dit is ook meer voor de kinderen die zich zoals mij voelen. Ja. Voelden dan, toen ik er was. Dat is zo van, je moet niet denken dat school alles is. Maar voor die mensen die snel kunnen leren, alles pap. Kijk, als jij een dokter wilt worden, dan moet je gewoon wel echt serieus... Je moet niet denken van, oké, ik kan even een sollicitatiegesprek doen en dan heb ik hem. Je weet toch? Nee. Ja, ik hoef geen mensen in hun hersens te opereren en zo. Nee. Dus dat is wel iets. Ja, het ligt er ook aan wat je wilt doen. True. En er zijn nu heel veel rappers en heel veel YouTubers die allemaal... Ja, ze hebben dat allemaal woorden. Ja. Dus daarbij heb je gewoon alleen goede zelfvertrouwen nodig en gewoon talent opbouwen. Absoluut. Ja, man. Datta, jij bent aan de beurt. Oké. Gelukkig. Oeh. Als je president zou zijn, wat zou je als eerste veranderen? Deze lelijke dam hier, man. Ja? Deze lelijke paleis, man. Ik vind het zo'n lelijk paleis en ik kom hier al mijn hele leven, ik zweer het, en ik denk van... Ja, dat is toch zo? Het is niet dat ik er naar kijk. Lelijk? Ja, man. Deze vind ik... Hier zou je toch niet durven te slapen gewoon, broer? Het is zo eng als ik daar ben... Eerlijk, hij lacht. Ben je binnen geweest? Nee, maar ik durf niet eens naar binnen. Kijk naar buiten, kerel. Dit moet je renoveren of je moet het gewoon weghalen, man. Plat, doei. Ja, dat zou ik doen als president. Go for it, maar dat is het eerste wat jij zou doen als president. Ja. Als je president zou zijn, dan mag je ook inbeelden dat jij president van de wereld zou zijn. Wat zou je gewoon doen als je president van de wereld dan zou zijn? Ik dacht dat ik gewoon Mark Rutte zou zijn. Je weet toch, kijk, dat zou ik die dam gelijk weghalen, je weet toch? Maar kijk, als ik van de wereld zou zijn... Dan zou ik veel meer voor Afrika betekenen en voor gewoon arme landen. Ja, man. Ja. Kijk, discriminatie, je kan daar heel veel geld in pompen, maar dat zit allemaal in de mens zelf. Nee, maar het hoeft niet per se met geld te gebeuren. Ja, maar daarom. Je moet daar hele goede... Het heeft gewoon met wetten te maken. Eigenlijk ook weer niet, man. Oké, wacht. Ik heb dyslexie, dat is een lange zin. Wat denk je dat ik het geilste vind aan mezelf? Kan iets lichamelijks of een eigenschap zijn? Dus dit is een vraag van mij. Ik denk dat ze bedoelen dat... Jij nu moet zeggen wat ik het geilst vind aan mezelf. Wat denk je dat ik het geilst vind aan mezelf? Kan iets lichamelijks... Oh ja, ik denk dat het is dat ik moet zeggen... Wat ik denk dat jij geil vindt aan jezelf. Oké, ja, dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. Wat jij geil vindt aan jezelf. Volgens mij ben jij sowieso wel gewoon blij met jezelf. Ja, man. Het is nog net niet narcistisch. Nee, grapje. Altijd weg. Nee, maar volgens mij ben jij wel...
Dat is alleen maar heel goed. Je bent gewoon wel eens heel zelfverzekerd. Ja, ja. Maar wat je dan uiteindelijk het geilst vindt aan jezelf? Ja, misschien je lichaam? Ja, wat ik, ik weet niet. Wat ik het geilst aan mezelf vind, denk ik, is eten. Dus dat ik zoveel kan eten, maar ik kom niet aan. Snap je? Vind je dat geil? Ja, ik vind dat geil, man. Mensen van, mijn vrienden worden zo dik, dan denk ik van, hé, bro, man, dit is wat fuck op voor jou, man. Als ik wat eet, moet ik gelijk schijten. Je weet toch? Het is gewoon goed. Ik vind dat geil. Dus mijn sixpack en zo, alles. Jee, toch? Het gaat maar dom. Maar sport jij? Ik sport niet. Ja, maar dat is, ik weet dat ik dus even de wereld uit wil hebben. Ja. Ik vind het altijd zo makkelijk als mensen die gewoon heel dun zijn en een soort van sixpack hebben. Dat is geen sixpack. Nee, mijn moeder zegt ook van, schat, die eet gewoon niet genoeg. Je weet toch? Ik zie gewoon alleen maar ribben. Precies wat jij zegt, botten. Maar ik zeg jou wel eerlijk, bro. Okay. Dat heb ik al sinds kleins af aan. Ik ben nog nooit echt dik geweest. Snap je? Dus dat denk ik wel weer van, dat... Kom nog wel. Wacht maar. Benieuwd. Hoe hou jij je... hoe houd je het spannend in je relatie? Hoe hou ik het spannend in mijn relatie? Ja. Je moet niet elke dag met elkaar zijn. Je moet niet aan elkaar vastgebonden zitten, zodat wanneer je met elkaar bent, dat er echt veel liefde is. Je weet dat je echt... Als ik moet werken, dan ben ik gewoon aan het werk. Ja. En moet me niet 80.000 keer appen en bellen en zo. Zo blijft het, denk ik, voor mij spannend. En je moet altijd blijven daten. Dus je moet niet denken, oké, ik heb haar nu. En ik ben nu een half jaar samen met haar. Dus nu gaan we gewoon de hele dag Netflix kijken thuis en zo. En ga gewoon lekker nog uit eten. Ga lekker met haar chillen. Ga met haar viben. En ik denk dat zo een relatie wel tot stand blijft. Zij lacht me de hele tijd uit. Waarom lach jij me de hele tijd uit? Lijkt net of ik nu wel heel wat verkeerd zeg. Ik zit juist heel erg naar jou te luisteren. Aandachtig. Okay. Ik vind het juist heel mooi wat je zegt. We zijn het zo met elkaar eens vandaag, maar... ik ben het hier heel erg mee eens, omdat ik voel dat dus ook nooit. Elke dag met iemand moeten zijn. Ik denk dat je dan in zo'n sleur komt en dat het zo... Ja, dan ben je bij mij wel het verkeerde adres, want ik woon nu samen met haar. Maar dat is anders. Maar bedoel, jij gaat uit, weet je, overdag je dingen, je gaat werken. Juist, zij ook. En dat wel. Weet je, en je doet volgens mij ook nog genoeg dingen met vrienden en... Had je ook nog een shotje van mij? Ik wil ook shine, pik. Okay, dus niet alleen jouw show, hè? Sorry. Nee, maar dan moet ik terugkomen. Ja. Nee, maar dat, ik denk dat zo je relatie wel echt op level kan zijn. Kan blijven. Ja. Mooi. Nu ben ik. Heb ik de laatste? Ik heb de laatste. Wat hoop je te behalen voor je 40ste? Rotvraag. Ja, dit is een rotvraag. Wat hoop ik te behalen voor mijn 40ste? Op werkgebied. Nee, hoeft niet eens. Oké, ik ga het gewoon heel breed trekken. Wat hoop ik te behalen voor mijn 40ste? Ik hoop voor mijn 40ste dat ik een huis heb gekocht. Nou, dat mag ik wel hopen. Binnen nu 20 jaar. Dus ja, dan hoop ik dat ik voor mijn 40ste een mooi huis heb. Bij 20? Nou, 22. Ja, oké. Okay, 18 jaar. Okay. Ja. Oké, maar ik denk dat moet hopelijk lukken. Laten we hopen dat gaat lukken, dat ik een huis kan kopen. Goeie. Ik hoop dat ik qua werk dan veel dingen heb mogen doen die ik heel graag wil. Mm-hmm. Om te zeggen dat ik dan hoop dat ik een leuke relatie heb, dat weet ik niet. Want ik weet niet per se of ik gelukkiger ben met een relatie. Daar denk ik dus heel vaak over na. Dat is precies zo. Ik denk, mensen zeggen wel eens tegen mij, maar Robert, jij bent zo'n leuke jongen, maar hoe kan dat dat je vrijgezel bent? Maar ik zie dus niet een relatie als een soort van het laatste procent wat je nodig hebt om een volmaakt mens te zijn. Ik geloof nu ook dat ik op 100% kan zitten. En dat die relatie tuurlijk, dat dan nog een toevoeging is. Maar ik geloof niet dat je... Als je single bent, dat je dus 80% bent. En als je een relatie hebt, dat je opeens op 100 zit. Nee. Snap je wat ik bedoel? Heel vaak doen mensen zo van, je leven klopt pas. En zeggen mensen, maar het komt wel goed joh. Je krijgt ook wel een keer een relatie. Je moet gewoon geduld hebben. En dan denk ik, wat zeg jij? Ja, nee, dat klopt. Ik heb precies hetzelfde. Maar als je op een gegeven moment iemand ontmoet die best wel tof is en die altijd achter je staat. Ja. En die je met dingen wilt helpen en zo. Dan denk ik, wanneer je 100% bent, dat je op een gegeven moment 120% bent. Ja, ik denk precies. Ja, precies. Maar 100% ben je sowieso als je blij bent met jezelf. Ja. En dat heb ik ook. Had ik ook. Voor mijn relatie dacht ik al van, ja, maar ik
heb helemaal niemand nodig. En nu ik ben mezelf. Ja, nee, dat heb ik. Ik heb mijn rechterhand en mijn linkerhand. Voor als deze gebroken is, dan is deze niet gebroken, weet je. Ja. Maar nu ja, is het wel leuk. Ja, dat is gewoon iemand die altijd in jou blijft geloven. Dat is altijd heel leuk. Ja. Ze zijn allebei gebroken. Dan heb je gewoon benen die niks bij. Nee. Nee, maar ik denk dat het echt wel... Dan moet Sophie de baan opzeggen, denk ik. Zeg je? Ja, dan moet Sophie de baan opzeggen. Is het heel druk. Nee, maar dat, ik denk dat wat ik wil bereiken voor mijn 40ste, ik heb dat nu al sinds ik 10 ben, dus ja. Dat is 1500 jaar geleden. Ik doe net alsof ik 60 ben. Dat is 10 jaar geleden. Toen ik 10 was, wilde ik 20 zijn. Nu ik 21 ben, wil ik 30 zijn. Wil je 30 zijn? Nou, niet 30 zijn, maar wel, hoe moet ik dat zeggen, nog echt zin hebben om door te blijven werken. Ja, tuurlijk. Snap je? Ja. Dus de Bila van 10 wilde de Bila van 20 zijn. Ik wilde uitgaan, ik wilde chillen, maar dat kon allemaal niet. Toen ik 10 was, was ik gewoon een kleine snotneus. Ja. Nu ben ik 20 en denk ik van oké, wanneer ik 30 ben, heb ik denk ik mijn huis gefixt. Heb ik hopelijk kinderen. Heb ik, wat ik wil, veel kinderen. Ja? Minimaal 5. Ja? Ja, man. Ja, fucking man. Leuk. Ja, man. Dus dat zijn allemaal dingen die ik wel wil bereiken. Als ik 40 ben, 50, dan denk ik, tenzij het allemaal verkeerd gaat lopen, maar in mijn hoofd hoe het zit, denk ik dat ik dan dat allemaal heb gefixt. En dan hoop ik dat er weer nieuwe dingen komen. Snap je? Weer... Ja, constant doelen voor jezelf blijven constant stellen. Constant uitdagingen. Ja. En altijd willen blijven leren. En altijd goed zijn voor mensen. Ik denk dat dat wel mijn nummer 1 doel is. Mooi. Ja. Mooie afsluiter. Mooie afsluiter. Ik vond het fucking leuk. Ik vond het ook echt leuk. Gaan we nog een keer doen. Gaan we zeker nog een keer doen. Thanks man. Lobby! Nee. Als je me alles zou kunnen geven, wat zou dat dan zijn en waarom? Ik denk... Allereerst zelfliefde, omdat ik denk dat je dat misschien soms nog een klein beetje mist. Ja. Heb je het ooit op een openbare plek gedaan? Ja. En hoe oud ik je... kan je wel eens vertellen dat jij daar ook een keer gewoon bij was, hoor. Nee. Ja. Vertel eens.